Welkom, wij gaan vandaag aan de slag met tikvormen. Tikvormen zijn goed voor de coördinatie en juist voor de hersencellen. Voordat we op muziek bezig gaan, gaan we het eerst even droog oefenen. We gaan rechtop zitten, voeten goed op de grond, lekker je billen in de stoel. En beginnen met vier tellen rechts. Komt ie. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we vier tellen onder de tafel. 1, 2, 3, 4. Vier tellen. Voorzichtig op de rugleuning, op de stoel. En dan gaan we naar de zijkant. 2, 3, 4. En we pakken dan de andere hand. Links. 2, 3, 4. Onder de tafel. 2, 3, 4. En de stoelleuning. 3, 4. En schuin. Tik. Goed zo. Dan pakken we de twee handen tegelijk. Daar komt die. 1, 2, 3, 4. Onder de tafel. 2, 3, 4. De leuning. 2, 3, 4. En schuin je handen. 2, 3, 4. Heel goed. We gaan aan de slag. Ja? Die gaan we op muziek doen. Let op. We gaan het vier krachten elkaar doen, maar ook een keertje twee talen op elkaar. Dat hoor je vanzelf. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Vier keer. 1, 2, 3 onder de tafel. Op de stoel. En de schouder. De andere hand. En nog een keer op naar voren. 1, 2, en. Andere hand. Even op tijd om bij te komen. Alles weer vier keer.